Hallo, mijn naam is Patrick Savalle. Dit wordt mijn derde filmpje over de PCR-methode, omdat het heel belangrijk is en omdat het lijkt dat er nu een soort momentum is. Wat mij betreft is de coronacrisis zoals we die nu kennen, is gebaseerd op drie leugens. Dat zijn de epidemiologische modellen die miljoenen doden voorspelden waar niets van is uitgekomen. Dat zijn het misbruik van de PCR-test. En dat is het ontkennen tegenhouden van werkzame geneesmiddelen. Nou, laten we ons vandaag nog één keer op de PCR-test richten. We zijn terechtgekomen in een infowar, waarom een of andere reden, mogen jullie allemaal voor jezelf bedenken, maar het is gewoon waarneembaar, waarom een of andere reden de mainstream media zich tegen ons hebben gekeerd, waarheid hebben gekeerd en ons overspoelen met een golf aan desinformatie. Trollenlegers mengen zich in de discussies, vooral op LinkedIn is dat heel duidelijk zichtbaar, maar in de YouTube en op Twitter enorme pharma-trollenlegers en er is natuurlijk een mega grote censuur. Vooral als je begint over hydroxychloroquine of PCR-test, dan word je al heel snel van de platforms verbannen. Van YouTube, van Facebook, van LinkedIn. Het is mij ook overkomen. Ik schreef al in maart over hydroxychloroquine, over die tests en over die epidemiologische modellen. En ik ben gewoon eraf gekikt. Zonder dat ik één scheldwoord heb gebruikt, zonder dat ik enige voorwaarden heb geschonden. Wat ik ga doen, is ik ga jullie bewapenen. Ik ga van jullie een infoleger maken. Jullie gaan je niet meer laten foppen door al die desinformatie van de zogenaamde experts, van de Volkskrant, van de NRC, die volslagen onzin praten over die PCR-test. Ik ga jullie bewapenen met kennis. Ik heb mijn verhaal getoetst. Ik heb de afgelopen week heel erg veel contact gehad met veel analisten, microbiologen, weet ik, allemaal mooie titels hebben die mensen. En dit verhaal wat ik jullie nu ga vertellen, staat als een huis. Dat is niet te ontkennen. Het is ook gewoon te begrijpen. Dus doe alsjeblieft je best. Blijf er even bij. Het is geen moeilijk verhaal, maar je moet je even concentreren. Dit is wellicht het belangrijkste verhaal op dit moment in je leven. Want het bepaalt de levens van 7 miljard mensen. En het is oplichting. PCR-test. Wat is het probleem? Die wordt nu gebruikt om infecties te meten. Dat is volslagen onmogelijk. Dat kan die test niet. Is makkelijk uit te leggen. Laten we nog even teruggaan naar dat virus. Hier is een virus. Dit is de derde keer dat jullie het zien, maar het is belangrijk. Hier is dat virus. Een virus bestaat uit genetisch materiaal waarop informatie is opgeslagen. Die informatie noemen we de genoom. De drager van die informatie, dat is DNA of RNA. Je kan die genoom kan je ook gewoon op een USB-stick opslaan. Dat is namelijk informatie, CTAG, CTG, zo ziet zo'n ding eruit en dan heel erg lang. Dat vormt de kern van het virus. Om die genetische informatie, om die dragers heen, zit een schilletje, een lipide capsule. En op die capsule zitten die eiwitreceptoren. Daarmee hecht hij zich aan cellen. Dat is een soort mechanisch mechanisme, is hartstikke cool. Virologie is natuurlijk hartstikke cool. Maar dit is dus een virus. Die PCR-test, en dit is nu belangrijk om te begrijpen, die PCR-test die begint met de aanname, of eigenlijk het feit, dat we de genoom van het virus kennen. Dus ergens in een voortraject is die informatie op dat DNA is gesequenced, is vastgesteld. Dus we weten welke informatie er op dat RNA zit. En die test die eindigt, en dat is heel belangrijk, die test die eindigt met het detecteren van stukjes van die informatie. Kleine segmentjes van dat RNA. Dat is alles wat die test doet. Alles wat daarna komt, is aanname. Alles wat daarvoor komt, bevat ook heel veel aannames. Gaan we ook naar kijken. De eerste aanname die we tegenkomen, die ik nog nooit bewezen heb gezien, en die virologen die ik gesproken heb, eigenlijk ook maar gewoon voor waar aannamen, zijn nu trouwens gaan twijfelen. De eerste aanname die je tegenkomt is dat als dat stukje RNA aanwezig is, dat dan ook altijd het hele virus aanwezig is. Dat kan, maar het is een aanname en wetenschap bestaat uit het uitsluiten van aannames. Of je falsifieert de aanname, of je bewijst die aanname. Ik heb gezocht, ik kan die aanname nergens bevestigd zien. De volgende aanname is dat als dat virus in je neus aanwezig is, dat er dan ook voldoende virus aanwezig is. Want van één virusje, een virion heet dat, één viruspartikel, word je niet ziek.
Dus de volgende aanname is dat als die test positief geeft, dat er ook voldoende virus aanwezig is. Kan je nergens terugvinden. Als jij zegt dat dat zo is, dan moet je dat bewijzen. De aanname die daarop volgt, is dat er dus niet alleen voldoende virus aanwezig is, maar dat dat virus ook actief en replicerend is in je lichaam. In dit geval in de bovenste luchtwegen, vooral diep in de bovenste luchtwegen waar dat SARS-CoV-2 zich nestelt. Een virus is niet zoals een bacterie, heeft geen eigen metabolisme. Een virus moet zich voor de vermenigvuldiging vertrouwen op de cellen van een host, een menselijk lichaam in dit geval. Die virussen die worden door de menselijke cellen worden die gerepliceerd. Dus wat we hebben is dat een positieve test van de PCR betekent niets meer dan dat er een stukje RNA is gevonden. Eerste aanname is dat dan ook het hele virus aanwezig is. Tweede aanname is dat er dan ook voldoende virus aanwezig is. De derde aanname is dat er voldoende replicerend virus aanwezig is. En dat zijn een heleboel aannames. De vierde aanname is dat je dan ook inderdaad ziek gaat worden. Nou, dus de vertaling van die test naar een klinische conclusie, volslagen kolder. Volslagen kolder, kan je zelf beredeneren. Ik zou voorstellen dat elke keer als een journalist dit nu beweert, of een hoogleraar, of Marion Koopmans, maakt niet uit wie, op Oosterhuis, als iemand zoiets nog beweert, dat mensen vragen, waar is die paper waar die aanname wordt gevalideerd? Zo werkt wetenschap. We gaan ze niet meer vertrouwen, we gaan ze niet meer geloven, dat is volslagen onwetenschappelijk. En dit is alleen nog maar het PCR-gedeelte zelf. Vanaf een bekende genoom tot aan het vinden van RNA met die genoom daarop in een monster. Voordat die genoom bekend is, moeten er ook allemaal handelingen zijn verricht. Want je kan die genoom, die komt niet uit het niets. Ook dat is heel eenvoudig uit te leggen. Op een gegeven moment werd er in Wuhan, China, een nieuw klinisch beeld, een nieuwe ziekte ontdekt. En als jij er op een gegeven moment overtuigd bent dat het een nieuwe ziekte is, omdat het verschijnselen zijn die je nog nooit eerder hebt gehad, wat in dit geval natuurlijk ook al twijfelachtig is, want het klinisch beeld in dit geval is griepachtig. Maar goed, dat is niet mijn expertise. Laten we ervan uitgaan dat er inderdaad een nieuwe ziekte werd ontdekt. Dan ga je die ziekte analyseren. Je gaat eventuele verspreidingspatronen, je gaat proberen te ontdekken of die besmettelijk is. Je gaat allemaal van dat soort dingen na. En als je dan op een gegeven moment ook nog van mening bent dat het waarschijnlijk door een besmettelijk virus komt, dan is de volgende stap die je moet nemen, is je moet uit al die patiënten met dat ziektebeeld, moet je dat virus kunnen isoleren. Fysiek isoleren. Dat is een hele eenvoudige basishandeling in de virologie. Je kan hem ook gewoon in alle handboeken terugvinden. Volgens Marion Koopmans is dat een lastige handeling. Dat is volslagen onzin. Dat is echt kolder. Iedere viroloog, ieder lab kan dit doen. Wat je dan moet doen is dat monster uit die patiënt, dat ga je bijvoorbeeld, er zijn meerdere methodes, nanofiltratie, weet ik wat allemaal. Wij hebben het vorige keer gehad over die ultracentrifuge. Je gaat dat monster, ga je centrifugeren, heel hard ronddraaien. 100.000 G, 200.000 G, ik zei vorige keer 10.000 G, maar het is nog veel meer. Wat er dan gaat gebeuren is dat de zware deeltjes gaan onderin zich verzamelen en daarbovenop gaan de lichtere deeltjes drijven. Dat je, op een gegeven moment heb je dat buisje met een gradiënt aan dichtheden en ergens is een gradiënt van dat virus wat je eruit kan halen. Dan heb je nog maar heel weinig uit die patiënten. Dat kan je gaan opkweken. Een virus kan je niet kweken zoals een bacterie. Een bacterie heeft een eigen metabolisme. Dat kan uit zichzelf vermenigvuldigen. Bij een virus moet je dat doen in menselijke cellen of in apencellen. Die kan je gewoon kopen. Zulke celculturen kun je gewoon kopen. Dus je kunt dat virus heel makkelijk opkweken. Dan moet je het wassen, purificeren. Je moet zorgen dat je alleen nog maar dat virus over hebt. En dan kan je daar een foto van maken. En dan komt dat paper waar ik het over had. Dit is het nieuwe virus, dit is de foto. Die en die eiwitten hebben we aan zijn oppervlakte ontdekt. GP120, weet ik, hebben allemaal een mooi naampje. Dit is de genoom zoals we hem gesequenced hebben. En dan heb je in principe het startpunt voor de PCR, die genoom. Maar de stap die daar nog bij nodig is, is je hebt het weliswaar uit zieke patiënten gehaald, maar hoe weet je dat dat virus de oorzaak is van die ziekte? En niet gewoon een passenger virus of een toevallig aanwezige. Daarvoor moet je nog een stap doen. Daarvoor moet je gezonde mensen injecteren met dat virus of dieren, als jij denkt dat die dezelfde reactie op die ziekte zullen hebben als mensen. Daarvoor moet je gezonde mensen injecteren met die virus. Dan moeten al die gezonde mensen in principe ook weer ziek worden. En dan kan je daaruit weer dat virus isoleren. Nou, die stappen noemen we de postulaten van Koch.
Dat is de enige echte gouden standaard om oorzaak-gevolg virusziekte te bepalen. Nou, is die Koch's postulaten die zijn niet altijd mogelijk. En er is een variant voor virussen, die ben ik even zijn naam vergeten, maar dat is niet zo heel belangrijk. De basis is Koch's postulaten. Dat is nooit gebeurd, naar mijn weten. Ik zag hem wel voor SARS-1. Ik heb niet kunnen controleren, dat is niet mijn expertise, of het een correcte, een geldige uitvoering van de procedure is. Maar hij bestaat nog niet voor SARS-2. Dus die genoom, daar zitten ook alweer heel veel aannames in. Ik zou dat wel eens bevestigd willen zien. Ik kan begrijpen dat toen die crisis net uitbrak, dat er geen tijd voor was. Maar inmiddels zijn we verder en zouden we dit toch tot in de puntjes op orde moeten hebben. Dat was 2. 3. Het volgende is de toepassing van deze PCR-test in het veld is een ander groot probleem. Je moet je voorstellen, Kerry Mulis heeft deze PCR-methode ontworpen als laboratoriuminstrument onder extreem gecontroleerde omstandigheden door goed gekwalificeerd personeel. Dat is heel wat anders dan dat hij ergens in een winderig tentje met een of ander wattenstokje in je neus wordt geduwd door misschien minder gekwalificeerd personeel. Die PCR-test is namelijk tot in het extreme gevoelig voor vervuiling. Want daar is hij voor bedoeld om heel weinig viraal materiaal, heel weinig, misschien wel een enkel stukje RNA-segment, te vermenigvuldigen tot werkbare hoeveelheden RNA voor laboratoriumonderzoek. Dus als daar iemand staat te kuchen in de wind, terwijl dat stokje in je neus geduwd wordt, is die test ongeldig. Kan ik je zo garanderen. De minste verontreiniging maakt die test ongeldig. Dus dat is het volgende. Die test is nooit bedoeld om in het veld gebruikt te worden. En ik heb ook nog nooit validaties van veldtoepassing gezien. Die zijn er gewoon niet. Nou, houd dit in je achterhoofd. Die PCR-test zelf is extreem exact. Dus de specificiteit 98%, 99%, dat is helemaal niet het probleem. Die test is perfect. Maar wat die detecteert en wat dat betekent, dat is onbekend. En de genoom waar die naar op zoek is, en waar die vandaan komt, zit ook onzekerheid bij. De toepassing in het veld, nou, volgens mij moet dat onmogelijk zijn als ik zo nadenk, maar heb ik geen verstand van. Dus, tot zover. Blijf vertrouwen op die logica. Je hoeft geen viroloog te zijn om te kunnen zien dat wat er nu gebeurt niet klopt.